Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben bij Niels met FIFA op de achtergrond. Je zet altijd dat geluid op, is dat niet vervelend eigenlijk? Die babbelen zo de hele tijd. Ik heb net eten gemaakt. Ik heb courgette gemaakt met tofu en tomatensaus. Hopelijk dat het lekker gaat zijn. Wilt je mij ook uitscheppen? Dank je. Ja, wat schep je nu alleen zelf uit? En mij niet. Ik doe dat altijd voor je. Ik weet toch niet hoeveel dat jij wilt? Ja, en? Ik zou wel stop zeggen. Maar voor het kindje moet je zorgen. Ah, dank je. Goedemorgen. Het is de volgende ochtend. Ik heb net ontbeten mijn usual meal. Dat is oats. Ik vind het wel zo lekker als het nog zo koud weer is en het is vandaag zo grijs. Ik ga nu even al mijn spullen opruimen. Kijken of mijn haren al oké zijn. Dan ga ik vertrekken naar kantoor. We hebben om 10:30 afgesproken op kantoor. Dus het is nu 10:00. Het is niet zo vroeg. En dan gaan we op kantoor werken. En om 1:00 ga ik samen met Celine dan ook nog naar een event. Dus dat is de planning van vandaag. Dus let's go. Eerst aankleden. Ready. Dit is mijn outfit. Leren broek is van Totally Too. Ik denk wel niet dat die er nog is. En dan heb ik een krap wit sweatertje aan van Naked. En dan ga ik denk ik gewoon zwarte hakkenbordjes aan en die ik altijd aan heb van de Bershka. Dus let's go! Ik ben ondertussen terug thuis, ook nog snel naar de winkel geweest. En de katjes hebben een nieuw mandje. Dat is eigenlijk van Niels zijn mama. Die had dat gekocht denk ik voor Guus, voor hun kat. Maar die gaat er niet in. Dus ik ben benieuwd als zij erin gaan. Maar anders dan gaat Niels dat denk ik aan iemand anders nog geven. Maar ja, ik denk dat ze dat misschien te zacht gaan vinden. Maar ik vond het zo mooi. Ik had eerst tegen Niels gezegd, nee, ik moet dat niet hebben. Dat gaat te zacht zijn, daar gaan ze niet in gaan. En nu zag ik het gisteren in het echt en dacht ik, oh, dat is kei mooi. Ik wil dat wel. Dus, ja. You better go in it, hè. Yes? Kom, ga er maar in. Ik wil ze erin zetten, maar ik ga ze maar zelf laten ruiken. Dat was ook change of plans. We gingen normaal naar Antwerpen. Gaat niet door omdat er iets was tussengekomen. Allee, onvoorziene omstandigheden zal ik zeggen. Dus we gaan niet naar Antwerpen. Dus ik ga monteren, werken. En dan ga ik nu eerst denk ik eten. En dan ga ik de gym hitten. Dus ik ga naar, I'm gonna hit the gym. Ik ga naar de gym. Dat is het. Idee. Ik heb ook een heel pak van Naked aangekregen. Dus dat ga ik ook proberen te filmen. En dan gaan jullie dat zien maandag, denk ik. Ik heb snel glutenvrij toast met avocado en koriander gemaakt. Beetje peper en zout. En dan ga ik nu een beetje werken op mijn computer. It is time to hit the gym. Ik ga mijn haren nog in de staart doen, Drake. Nou, dit is mijn outfit. Calvin Klein crop truitje is van Naked. Dat is een van de dingen die net is aangekomen. En I like it. Ik heb dat trouwens in een medium. Dan heb ik een gewoon wit t-shirtje aan. En mijn legging is Gymshark. Gewoon de zwarte seamless. Dus dat is de outfit. En ik ga nu even trainen. Ik hoop niet te lang. Allee. Ik bedoel, ik kies dat natuurlijk zelf.
Maar ik denk dat ik niet te veel kracht ga doen. Wel meer cardio vandaag. Maar we zullen zien. Ik zie jullie daarna. Ik heb een nieuw parfum aangekregen van Cacharel. Die noemt Yes I Am. En ik denk dat dit de parfum is die mijn zus altijd gebruikt. Als ik het goed heb. Yep. En dus weet ik wel dat die heel goed ruikt. Ziet er zo uit. Of een lipstift. En hij ruikt echt super lekker. Maar dat wist ik wel al. Ja, het ruikt echt heel lekker. Ik kan niet omschrijven naar wat. Maar het is alleszins goed. Echt heel lekker. En er zat ook een ballon bij. En de katjes are going crazy. Want er hangt zo'n lintje aan. Dat is de ballon voor Valentijn. Super cute. Milky, hangt je vast? Ja, ik zie het. Wacht, rustig. Ja, zo. Hier, pak het maar. Pak het maar. Hij was zo mooi aan het spelen. Ah. Ze vonden het heel leuk. Jij, mufke? Nee. Ik heb trouwens een goede workout gehad in de gym. Ik heb abs gedaan. En dan heb ik 20 minuten gefietst als cardio. Dus het was niet zo lang vandaag. Maar het was wel goed. Nu ben ik thee aan het ingieten. Ik ga één tas groene thee drinken. En binnen een uur en een half ga ik beginnen met mijn avondeten. Ik wil pas beginnen koken om 6. Het is nu 5:30, maar ik heb honger. Ik heb na de fitness ook, wat heb ik gegeten? 2 koekjes glutenvrij en 2 snoepjes. Dus ik ga koken. Ik ga deze maken, denk ik. Is dat de rijstpasta? Ja. Rijstpasta met courgette. Oh, ik heb geen sojaroom meegebracht. Lap en zalm. Ik heb dus geen sojaroom en ik wou dat met sojaroom maken. En ik heb geen goesting om naar de winkel te gaan. Dus ik ga even kijken wat ik dan wel kan doen. Ik wil nog tomatensaus. Misschien wil ik dat dan doen. Maar met zalm is dat niet zo lekker. Ik weet het niet. Oké, ik ga het maar met tomatensaus doen, want ik ben echt te lui om naar de winkel te gaan gewoon voor sojaroom. En aangezien ik tomatensaus heb, ga ik dat doen. En dan misschien niet met zalm. Water voor de pasta staat op. Ah, misschien heb ik wel nog kokosroom. Nee, heb ik niet. Lap. Dan kan ik nog kokosroom gebruiken. But, nope. Geen. Oké. Okay. Daar dus. Het water staat op. Ik ga even Texel er nog op leggen. Dan kook dat sneller. Er zit zout in. En dan ga ik nu de courgette snijden. Oké, de courgette is klaar en die ga ik in de wok doen. Beetje olijfolie, mijn olijfolie is bijna op. En daar ga ik de courgette in doen. Next, zalm snijden. Ik heb dan wel twijfel als ik dan met zalm ga doen eigenlijk nog. Ik weet niet of dat lekker gaat zijn met tomatensaus. Maar ja, tomatensaus en zalm gaan wel samen denk ik, dus ik ga het proberen.
nog 5 tomaatjes, dus die ga ik ook in de helft doen en erbij doen. Oké, de courgette en tomaatjes zijn zacht genoeg, dus ga ik de saus erbij doen. Ik pak deze saus omdat hier niks van gluten in zit en niks van lactose, ook geen melk eiwit. Dus dat is een van de enige sausen die ik kan eten momenteel. Dus die ga ik erbij doen. De saus zit erbij, voor de rest heb ik alleen maar zout en peper erbij gedaan. Nu ga ik dat op een laag vuurtje, op 2 is dat bij mij, nog even laten sudderen terwijl dat ik de pasta ga koken. Ik heb ongeveer de helft van een zak van 500 gram erin gedaan, want dan heb ik ook nog een beetje van morgen. Ik ga er ook nog zo'n blikje kikkererwtjes bij doen, want er zit niet veel proteïne bij, goede vetten van de zalm, groentjes, saus en een rijstpasta. Dus ik ga deze voor wat extra proteïne nog bij in de saus doen. De pasta is bijna klaar, nog een minuutje. Ik ga die afgieten. Ik ga mijn vergiet al even nemen. En dan ga ik die bij in de saus doen. En dan als laatste doe ik de zalm. Dat de zalm zo een beetje gebakken is, maar niet te fel. En voilà, ready Freddy. Het ziet er een beetje smeuig uit, maar rijstpasta kookt niet zo vast. Dus rijstpasta wordt zo wat platter en smeuiger. Maar ik denk wel dat het lekker gaat zijn. Ik heb een goede grote kom genomen. En let's dig in. Ik maak meestal dit receptje met sojasaus. Ik doe zo Alpro soja roomsaus en niet met tomatensaus. Maar. Milky wil ook. Ik eet in de zetel. I know, bad habit. Maar als ik alleen thuis ben, doe ik dat altijd. En de zalm past er ook wel lekker bij. Goed gekeurd. Dus vanaf nu kan ik dat ook met tomatensaus maken. Ik heb ondertussen 2 van die kommen pasta gegeten. En ik ben nog steeds niet bloated. Dus het glutenvrij en lactosevrij eten helpt wel echt goed voor mij. Ik merk echt zoals zondag en gisteren en eergisteravond heb ik gluten gegeten. Broodjes en dan 's avonds bij mijn papa pasta. En ik had echt buikpijn de dag erna. Echt direct een opgeblazen gevoel. Pijn in de buik. Het gevoel van heel veel gas in mijn buik en zo. Dus ik merk wel dat het echt helpt. Natuurlijk ga ik wel, zoals voor de pasta van mijn papa en zo, uitzonderingen maken. Want die is te goed. En die wil ik niet missen. Dus dan weet ik gewoon, oké, dan heb ik buikpijn 's avonds. En dan ga ik op het toilet zitten. Maar it's worth it. Als jullie graag meer zo glutenvrije en lactosevrije receptjes zouden willen, zoals ik vanavond heb gemaakt, let me know. Dan wil ik dat zeker wel in video's laten zien. Ik ben de vlog aan het editen en ik denk ook dat ik hem hier ga afsluiten, want het is wel al 14 minuten. Trouwens, even update over het mandje. Milky zat in het mandje. Nu heb ik het niet kunnen filmen, maar ik ga het laten zien. Hè. Ik had naar Niels gestuurd. En hier heb ik nog een foto. Ik weet niet of jullie het goed zien. Ik ga dat wel lager zetten. Cute! Milky was in het mandje toch een half uur. Dus dat is toch al goed, hè, Milky? Dat was leuk, hè, het mandje. Dus ik hoop dat hem er meer in gaat. Muffin vrees ik ervoor dat hij erin gaat gaan. Ik denk eerder dat Milky zijn mandje gaat worden. En Milks.
Dus ik ben kei blij, want ik vind dat kei mooi. Toch gestuurd naar Niels en dat aan zijn mama laten zien. Het is wel fijn dat iemand het mandje nu gebruikt natuurlijk. Maar ik ga de vlog dus afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Laat ook een leuke comment na. En dan zie ik jullie maandag weer voor een nieuwe video.